afgelopen week zat Michel natuurlijk niet bij de selectie. Toen zei hij, ik ga donderdag weer met hem om tafel. Hoe is dat gegaan? Heel snel. En prima uitslag. Zand erover en vooruit. Hij heeft donderdag meteen al met heel veel plezier en goed meegetraind, moet ik zeggen. En hij is er gelukkig weer bij. Ik kan me voorstellen dat je niet de buitenwereld de details gaat meedelen. Zat er wel een mate van schuldbewustheid in hem? Ja, maar op het moment dat je dat uitpraat, dan gaat het niet zo meer om de schuld. Maar van, je mag best bij een trainer komen van waarom speel ik niet. Alleen dat moet je op het goede moment doen en in de goede setting. En dat gebeurde hier gewoon niet. Dus dat heb ik nog aangegeven en dat vond hij ook. En dan is het ook gewoon weer mooi dat je kunt aansluiten. En alle, kijk, we hebben zelf nu naar buiten gebracht wat er was gebeurd. En dan krijg je er allemaal mening over. Maar als je dat niet doet, dan krijg je vragen waarom is hij er niet bij. En, dus ik denk dat hoort er ook allemaal bij. Hij was niet de enige afwezige. Je had ook nog een waslijst aan blessures. Misschien kunnen we ze even langs. Eerst misschien de middenvelders, Flap en Stijn. Ja, die zijn er allebei morgen niet bij. Sommige blessures denk je van, hey, hoe komt dat? Of je krijgt een contactblessure of het kan iets van overbelasting zijn. De lies van Sadilek bijvoorbeeld. Alleen die hersenschuddingen, ja, het komt wel eens voor. Maar twee in één wedstrijd en op één positie, de teampositie. Ja, dat is zo balen. En hoofdletsel is gewoon hartstikke gevaarlijk. En ze zijn er morgen allebei niet bij. En ik denk dat Flap volgende week wel weer aansluit. Ja, bij Sam Stijn moet het echt nog wel beter. Want die van aardig hersenschudding gehad. Of heeft hij? Ja, Sadilek deelde op zijn eigen social media al mee dat het een paar weken gaat duren. Plegosello duurt volgens mij ook nog wat langer. Ja, alleen zijn herstel gaat wel goed, maar hij is nog niet bij de groepstrainingen. Dus dat is er nog niet binnen een week bekeken. Dat zal nog wel 2-3 weken duren. En de Prupper? Ja, die is er weer bij. Oké. En verder geen nieuwe gevallen bijgekomen, hoop ik voor jou? Nee. Verder gelukkig niks uit de groep. Er zit wel wat vermoeidheid met de vele wedstrijden. Dat zal bij een aantal spelers van PSV ook wel zo zijn die alles gespeeld hebben. Dus of dat morgen invloed heeft, dat zullen we zien. In ieder geval was het antwoord op Volendam vorig weekend was woensdag goed tegen Excelsior. Wat waren voor jou de belangrijkste lichtpuntjes in die wedstrijd? Ja, het belangrijkste is gewoon 4-0, dat staat als een huis. Je schiet uit de startblokken ook een beetje geholpen in de eerste minuut al door ja, niet goed opbouwen van Excelsior. En ik denk dat we in die wedstrijd toch ook alweer mensen hebben wat kunnen sparen. Ricky van Wolfswinkel is vrij vroeg uitgehaald bijvoorbeeld. En dat je ook weer jongens weer minuten kunt geven. Want voor Wout Brama is dat een geweldige conditietraining geweest. En Enes Salahedin die heeft ook minuten kunnen maken. En zo zijn er, dat zijn wel hele positieve dingen. Het resultaat, dat moest gewoon. Je moest winnen. Duidelijke overwinning en je hebt wat spelers kunnen sparen en andere jongens speeltijd kunnen geven. Ja, niet om nou die prestatie teniet te doen, maar inderdaad, jij noemde al bijvoorbeeld bij die 1-0, jij gaat Excelsior in de fout. Dat wordt natuurlijk tegen PSV wel een hele andere wedstrijd. En met de jongens waarmee je het dan moet doen, kijk je daar dan wel anders naar uit nu? Zo van oei, ja, dat gaat wel een iets andere test worden. Nou, niet met oei. Okay. Maar het PSV is gewoon... Dat is gewoon een topclub in Nederland in ieder geval. En dat is een veel zwaardere tegenstander. Maar oei, wij moeten toch thuis, ook al missen we wat spelers, moeten we gewoon zorgen dat we uitgaan van FC Twente. En niet van de moeilijkheid van de wedstrijd. Dat maakt het alleen maar uitdagender en mooier. Maar bijvoorbeeld Ricky op een andere positie, Schöle in de basis, dat is wel bevallen? Ik vind dat Schöle een hele nuttige wedstrijd heeft gespeeld. Ricky is natuurlijk na 55 minuten eruit gehaald. En dat is wel iets wat ook zou kunnen. Alleen als Ricky als nummer 10 wat dieper moet verdedigen. Ja, dan is het voor hem denk ik wel wat lastiger. Alleen tegen Excelsior kan dat. En tegen PSV moet dat ook kunnen. Maar misschien moet je dan elders in de opstelling wat meer defensieve zekerheid inbouwen.
Maar we zijn morgen in ieder geval niet van plan om het alleen maar dicht te metselen, maar ook PSV pijn te doen. Nu bracht jij Brama iets later in. Ik meen ergens te zien dat het even de vraag is of hij 90 minuten aan kan. Nou, 90 minuten gaat hij nog niet halen. Nee, je gaat niet van, ik noem maar, van 45 naar 90. En, dus dat niet. Maar het wordt wel steeds meer. En steeds meer trainingen. Dus de basis wordt steeds beter. En dat is wel mooi, want we hadden wel eens wat mindere periodes qua blessures gekend. Ja, Cleonice, die vanaf het begin mocht beginnen, die betaalde dat direct uit. Dat is natuurlijk mooi voor zo'n jongen. Hoe was jij verder te spreken over zijn spel? Ja, ik vind dat hij met name in het begin van de wedstrijd heel actief en gevaarlijk was. Ik vind het ook wel mooi dat wij vinden dat hij met het druk zetten nog dingen moet verbeteren. Maar nu stond hij op de goede positie, nam de bal meteen goed mee in de omschakeling en scoort zijn eerste goal in de Eredivisie. Ja, dat is gewoon hartstikke goed. Je ziet wel dat hij... Hij schoot toch nog wel vrij vroeg al richting vermoeidheid. En ja, dat is iets waar nog veel winst is te boeken. Ik weet niet, soms laat je iets los. Meestal, ik ga niet proberen een hele baas eruit te krijgen. Maar betekent dat weer een basisplek voor hem morgen? Of hou je dat even binnen de kamers? Jij weet al wat er volgt, hè? Ja. Morgen op het wedstrijdformulier. We zullen het, dan zul je het zien. Misschien nog heel even dan kort. Natuurlijk zijn mooie doelpunten ook voor Tjerny. Die hadden wij net ook even voor de camera. Ja. Merk je dat hem dat wat doet? Je hoopt dat gewoon weer hem zoveel vertrouwen geeft. Want hij is gewoon een prachtige speler. En of het dat wat doet, dat moet je eigenlijk zien weer in de volgende wedstrijd. En morgen is er één. Ja, dan toch even over PSV. Het scoren gaat zo goed af. Als je kijkt, die wedstrijd, het loopt steeds op. Van 4 naar 5 naar 6 naar 7. Dan mogen er natuurlijk geen 8 worden morgen. Wat is verder hun grote kracht? Ja. Ja, ze hebben natuurlijk twee hele grote uitslagen achter elkaar neergezet. Maar ik heb ook gezien dat ze tegen betere tegenstanders. Tegen Monaco. Monaco was eigenlijk veel beter. Voetballend. Alleen niet qua resultaat. Tegen Glasgow Rangers hebben ze het ook best moeilijk gehad. En met name uit die wedstrijd, daar zie ik ook kansen voor ons liggen. Dus ik ga er echt niet vanuit dat PSV de een na de ander bij ons inschiet. Is het wat dat betreft ook interessant? De meest scorende ploeg tegen een van de ploegen die de minste goals tegen hebben tot nu toe. Zegt dat iets? Ja, maar het heeft ook wel met het programma te maken. Als je na 4 wedstrijden is dat wel heel erg belangrijk. En we hebben zelf ook, en dat was vorig jaar helaas niet zo, met 3-0 en 4-0 hebben we ook twee ruime overwinningen hebben geboekt. En ja, dat hadden we eigenlijk bij Volendam ook moeten doen, maar ja, dat ging helaas mis. Ja, over vorig jaar gesproken. Ik denk dat menigeen ook nog wel even terugdenkt aan die wedstrijd. Dat was een avondje. Dat, ja, jammer natuurlijk van die 3-3 uiteindelijk. Ja. Toen hebben jullie ze echt overrompeld, hè? Zou dat er weer in kunnen zitten? Ja, een ezel... stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dus ik denk dat PSV daar wel voor gewapend is. En, dus ik denk niet dat zomaar gaat gebeuren. Maar als je aan die wedstrijd terugdenkt, dat was wel een al spektakel. En zijn wij eigenlijk nog steeds balen ervan dat je die 3-0 voorsprong en een geweldige eerste helft niet hebt omgezet in een overwinning. Want dat had eigenlijk gekund en gemoeten. Hoewel je op het laatst dan zelfs nog bang moet zijn dat je hem niet verliest. Maar dat was echt een spektakelstuk. Gewoon langzaam afronden. Heb jij nog op die laatste transferdagen gekeken van Gakpo, blijft hij of blijft hij niet? Ja, ik heb wel naar gekeken, maar dat soort dingen, dat hele gedoe, dat boeit mij eigenlijk helemaal niet. Ik heb er geen invloed op. Het is zo'n geruchten, roddels, feiten, last minute beslissingen. Ik vind dat helemaal niet leuk om dat allemaal te volgen. Maar Gakpo en Sangaré zitten gewoon nog bij PSV. En dat maakt het alleen maar mooier om ze... Als je wint, dan is de scalp alleen maar groter. Tot slot, ja. En bij jullie zit gewoon nog Rami Sarouki. Er is veel over gezegd. Daar hoeven we allemaal niet meer te herhalen. Maar merk jij dat hij daarin misschien een knop heeft moeten omzetten toen de markt echt dichtging en van dit is het? Of in hoeverre merk je dan iets aan zo'n jongen? Ja, maar bij mensen kun je niet zomaar een knop omzetten en het is nou, het is al 1 september. Dus nee, maar ik vind... Laat ik Gakpo er ook maar bij noemen, maar ook Sarouki. Parels, hoe zij omgaan met deze situatie. Misschien willen ze wel,
Maar laten nooit hun eigen club, hun eigen medespelers, hun eigen supporters in de steek. Ze voetballen gewoon, ze trainen gewoon tot het laatste moment. En ze zitten allebei nog bij dezelfde club. Hoe zij dingen verwoorden, hoe zij met dingen omgaan, is een voorbeeld voor sommige andere spelers.